We staan hier in Vilixbeek, midden op het Vrijthof. En achter mij, of voor mij, hoe je het zeggen wilt, allemaal autoscooters. En daar staat een tent aan de andere kant, kunt u nu even niet zien. En toen heb ik Tim Reeksma eens even aan zijn shirtje getrokken. Ja, ja, ja. Want er is hier toch iets gebeurd wat we eigenlijk niet verwacht hadden. Ja, er is inderdaad sinds de laatste maand een ontwikkeling geweest in het dorp omtrent de kermis. De horeca heeft aangegeven aan de kermiscommissie dat de tent niet meer rendabel is. Het aantal uren wat men erin steekt, het risico, het financiële risico wat men loopt. Ja, en toen kwamen we voor de verrassing te staan dat de horeca zei, we willen graag of geen tent of naar de kerk. En ja, uit de enquête die de kermiscommissie afgelopen jaar heeft gehouden om 250 ingevulde dorpsgenoten, ja, die zeiden dat een tent eigenlijk onmisbaar was. Dus vandaar dat wij als kermiscommissie een nieuwe commissie voor de tent en ondersteund door de kroegentocht, facilitair qua KVK, qua bankrekeningnummer enzovoort, voor het aanvragen van vergunningen. We hebben eigenlijk met z'n drie groepen eigenlijk de handen ineengeslagen om dit jaar een fantastische feesttent weer neer te gaan zetten. Toch wel. Dus drie groepen hebben de handen ineengeslagen, is één groep geworden. Nou ja. En die, nou ja, iedere groep doet zijn eigen ding, laat ik het zo zeggen. En zo krijg je dus een hele kermis bij elkaar. Ja, en zo hebben we heel veel betrokken mensen die gelukkig daarbij helpen dat deze tent er neergezet kan worden. En dat we hopelijk fantastische kermis hebben dit jaar, maar hopelijk ook voor heel veel andere jaren weer. Ja. En dit is allemaal vrijwilligerswerk? Ja, dit wat hier allemaal neergezet wordt is allemaal vrijwilligerswerk. We huren natuurlijk wel professionele mensen in. Want we hebben dit geheel in 2,5 maand geleden is de knoop doorgehakt samen met de horeca. Over welke samenwerkingsvorm we gingen hanteren. Dat is deze samenwerkingsvorm geworden, waardoor we eigenlijk als vrijwilligers de volledige tent runnen, ook het barpersoneel. Dus we huren wel professionals in, want we weten niet alles. Ja, net deed de tappen niet. Dus ja, toen moest nog iemand hebben die weet dat de hoofdkraan open moet staan. Dus vandaar dat er heel veel professionals bij zijn om ons te ondersteunen. Maar verder allemaal vrijwilligers. Ja. En jullie hopen op 3 dagen kermis? Nou, het gaat vanavond los, dus vrijdagavond. Morgen is zaterdag. Wij voegen een volleybaltoernooi toe, een bestaand toernooi dat elders in Vilixbeek op een andere datum werd gehouden. Die hebben bij ons kennis gegeven, nou, we willen graag naar de kermis verhuizen, kan dat? Dus vandaar dat we de kermisfeesttent van het grasveld verhuisd hebben naar de straat, zodat op het grasveld het volleybaltoernooi gehouden kan worden. Morgen zaterdagavond dan hebben we wederom, net zoals vanavond, een band en een DJ staan. Zondag gaan we een soort van matinee fruit shoppen doen. Met een soort van Duitse middag, lokale artiesten, gewoon gezelligheid, laagdrempeligheid, lekker speciaal biertje op de tap. En maandag sluiten we af met een grote knaller, dat is de kroegentocht. En dat moet het programma zijn voor dit jaar. Die kroegentocht is er al heel lang, hè? Want vorig jaar zijn we ook even bij jullie geweest. Ja. Hoeveel keer is het nu dan? Ja, de kroegentocht bestaat 20 jaar, maar door corona is dit de 18e editie. Ja. Dus ja, het is een soort van jubileum. We stellen het graag uit naar de 20e officiële editie, maar de kroegentocht is al 20 jaar. Ja. En de kermismensen die dus die attracties beheren, die hebben jullie ook allemaal gecontracteerd of was dat al zo? Nou, we hebben als dorp een aantal maanden na de enquête hebben we als dorp en als dorpsraad ondersteund, hebben we de knoop doorgehakt van we willen graag de bestaande kermis gewoon terug laten komen. Dus de kermis is daarna in onderhandeling gegaan met de gemeente die dus de kermis regelt en faciliteert. En daar is een contract afgesloten voor 3 jaar. Dus dat betekent dat we deze kermis en deze hoedanigheid nog 3 jaar hebben. Nou, we doen natuurlijk alles aan dat we nog vele jaren samen door kunnen. Ik denk dat het wel belangrijk is dat wij ook met de kermis en met de gemeente heel goed in gesprek zijn geweest. We ondersteunen elkaar ook vandaag weer met opbouwen. We kijken wie begint wanneer. Wie heeft waar wat nodig. Water, stromen, noem maar op. Ja, ik denk dat we er samen op deze manier een hele mooie kermis mee kunnen maken. Nou, ik hoop het heel erg. En laten we verwachten, zeggen ze, dat het heel mooi weer wordt. Dus dat kan niet meer stuk. Ja, het wordt fantastisch weer. Misschien op maandag nog te goed weer. Maar dan gaan we alles aan doen om genoeg verkoeling te regelen. Dankjewel. Nou, wij wensen jullie heel veel plezier. En jullie kijken nog een keertje rond als alles in werking is. Heel goed, dankjewel. Van harte welkom. Super. Dankjewel.